I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Zo, Sergio die heeft lekker een paar uurtjes opgenomen en we liggen heerlijk op het strand. Het is heel rustig. Het is rond de 19 graden. En ons moppie die ligt lekker met zijn blote kont in het zand te spelen. Hij vindt de zee nu wel leuker. Hij rent er naartoe en dan rent hij weer weg, want dan komt de zee natuurlijk naar hem toe. Heerlijk. Zo, we zijn weer thuis na een heerlijk middagje op het strand. Jesse Silver die ligt lekker in bed. Hebben we gedoucht met z'n allen. Want het zand zat echt overal gewoon. Maar was lekker. En toen kwam ik thuis. En toen stond er ineens een hele grote doos voor de deur. Dus die gaan we eens even openen. Quick opening. Gaat mij dat lukken met één hand? Een hele dikke verjaardagskus door de brievenbus. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Groetjes je lieve collega's Miranda, Nicole en Michael. Ah, dat was inderdaad lief. Dat is heel lief. Alsof ze me kennen. Pink flowers. Daar ga ik even een mooi plekje voor vinden. Thank you. Nou, moet je nou kijken wat een handig systeem. Hier komt dus het water in. Of hier zitten bloemen in en er zit nog water in. Maar als je hem dus dan wil leeggieten, want ik denk ik giet hem even leeg. Dan gebeurt er gewoon niks. Dan lekt het helemaal niet. Dat is handig. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Kaarsjes! Ja, leuk hè? Dat is leuk. Can I make a wish? You can, baby. Zullen we ze gewoon laten branden? Nou, ik weet niet of het dan op jouw heerlijke stukje taart gaat komen. Ja, dat is waar. Is wel mooi, hè? Ja. Blow them out, baby. Wat heb je gewenst? Dat zeg ik niet, anders komt het niet uit. Oh. Jij bent 30. Nou. Verjaardagsfeestje van 3 dagen gehad. En nu gaan we genieten van een heerlijk stukje zelfgemaakte limoncello kwarktaart. Limoen kwarktaart moet ik eigenlijk zeggen, want limoncello was optioneel. Die hebben we dus niet gedaan. En daarmee sluiten we jouw verjaardag af. Ja. Vond je het leuk? Ja. Ja? Leuke doos, schat. Dag voor alles, Poppie. Alsjeblieft, Poppie. Hey, wij zijn lekker vrij. Ja. Ze te laten zien. Goedemorgen.
Het is hartje zomer. Kapotje heet. Kapot gaan we. De mussen vallen van het dak. De honden vallen om. En gelukkig niet echt. Maar we moeten ze wel gaan. Nou, af en toe dan hoor je echt zo klunk. In je elleboog hoesten. We zijn super blij, want de foto's zijn binnen van de Vaderdag. Ja. Shoot! Lekker snel ook. Ja. Ja. 3 dagen echt daarna. Heel mooi. En echt. Ik wil ze even laten zien. Echt heel mooi. Ja, kom. Ik ben er blij mee. Het is echt. Als je dan kijkt. Kijk, wij maken leuke foto's. Maar dit is gewoon next level. Dat verschil. Dat ben je er altijd wel blij van als je dat ziet. Met zijn stokje. Het stokje was niet zo erg. Af en toe die boomstang. Met zijn broodje. Ja, dat is wel typisch hij gewoon. Deze vind ik echt helemaal geweldig. Die komt op onze voordeur. Die komt op de voordeur. En papi, een beetje verlegen doen. Dit is een test shoot van mama. En die... Cute, hè? Heel gaaf. Ja. Kijk, die ogen dan ook, hè? Ja. Het is gewoon... Maar dat vind ik bij deze, even kijken hoor, waar je hem goed ziet. Was dat toen we mijn moeder belden? Ja. Ja. Maar kijk hoe bruin die ogen zijn. Kijk hoor, voordat ik hem eens inzoomen. Ja, hier zijn ze wel heel bruin. Gek, hè? Wat heb jij? Een blij bek. Hij heeft jouw ogen gewoon. Kom ik? Heb jouw neus? En wel mijn neus. Wel. Ja. Zijn het je ogen? Is het je neus? Oh. Ja, dus we zijn helemaal blij ermee. En wat wel bijzonder is dat hij de allerlaatste foto heeft gemaakt dat Jesse in mijn buik zat. Want ik was 40 weken en 1 dag. En toen sprak ik hem. En toen zei ik, ja, maar ik vind mezelf niet meer zo mooi. Ik voelde me net een walrus. En toen zei ik, kom dan maar gewoon nu hierheen. Nou, dat ben ik toch gegaan. En toen hebben we ook nog hele gave foto's gemaakt. En die nacht begonnen de weeën. Dus het was echt gewoon het allerlaatste moment. Bijvoorbeeld. Nou ja, dat is. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Dan ben je er toch weer blij mee. Ja, toch? Ja. En ik zou hem zeker checken, want hij is gewoon knijtergoed. En Sylvester Jiménez. Jiménez. Ik zal het ook nog eventjes. Sylvester Jiménez. Aanschrijven, want. Jiménez. Hij maakt echt. Geweldige foto's. Ja, een mooie plek daar ook. Een goede plek om te maken. Ja, Klingendaal hebben we deze foto's. Dus daar zijn we heel blij mee. Dan gaan we ze lekker uitprinten en een bordje laten maken. En weer alle hoe noem je dat, achtergronden van de computer en de telefoons en zo worden weer helemaal geüpdate met nieuwe foto's. Dus ik ben heel erg blij. Dankjewel, schatje. Voor dit waanzinnig vet cadeau. En we gaan even nagenieten van de foto's. Ik kan heet het kijken naar de foto's. En we hebben nog eventjes wat af te sluiten wat Herbalife betreft. Ja. 5 dagjes shakes en 8 dagen pilletje. En daarvoor zouden we dan deze centimeters pens. Deze centimeters kwijt moeten raken. En minder hongergevoel qua ontbijt. Want de shake stond dan voor het ontbijt. Nou moet ik zeggen, ik kon er inderdaad wel even opteren. Jij iets minder. Maar dat hebben we uitgelegd. Hoe eerder we begonnen met eten, hoe eerder ze ook weer honger heeft en zo. Ja. Dus dat is vrij normaal lijkt mij. Ja, wat een beetje lastig is nu, is dat we natuurlijk ook al midden in een afvalproces zaten. Dus we kunnen een beetje moeilijk zeggen wat nou echt van de Herbalife afkomt en wat gewoon van het gezonde eten en trainen afkomt.
Dus, maar, ik bedoel, als je toch eiwitshakes nodig hebt, ze zijn wel lekker daar. Ja, ze zijn lekker. En zoals ik al eerder een paar keer genoemd heb, toen ik het eerder gebruikte, hadden ze ook appelkaneel. En die was toen echt knijterlekker. Dus nu hebben we zelf af en toe een appeltje en wat kaneel bij gedaan. Ja, precies. Ook lekker. Maar deze week, omdat mijn verjaardag is geweest, vaderdag is geweest, ik ben 30, depressiviteit. En is deze week helemaal naar de Gretfar. Ja, we hebben wel inderdaad wat cravings gehad. Ja, en het ergste is dat vannacht ik morgen ook weer aan de beurt. Oh echt? Wat heb je nou weer gegeten? Niks is veilig voor jou. Zo'n krentensnee. Oh no. Dus het valt mee. Maar in ieder geval, inderdaad, slecht gegeten, chips gegeten, chocola. Maar wel gesport. Ja, maar ook niet alle dagen zo. Ah ja, wat minder, maar dat mag. Maar ik heb wel gisteren 2 uur gefietst. Na bijna 2,5 uur gefietst. Maar toch, het kan beter. En het vervelende is dat ik morgen dus weer mezelf op moet gaan laten meten. Maar ja, goed. Ja, dat is dan maar zo 1 weekje over 3 maanden. 3 maanden, ja. En het gaat de goede kant op. Ik ga het gewoon ook weer uiteraard oppakken. En dan zien we wel verder. We gaan gewoon rustig verder. Voel me er goed bij. Ja. En even een weekje met allemaal feestdagen. Dus dat. Drukste. De slingers hangen er nog. Ja. De ballonnen. Ik wil er kort nog even ophangen. Je bordje staat er ook nog. Een feestje, altijd een feestje. We hebben onszelf opgenomen. Ik ben 2 centimeter aangekomen. Dus dat ging van, ik geloof iets van 92 naar 4,95. En jij bent volgens mij een beetje gelijk gebleven. Ja. Dus dat, nou ja, goed. Nou ja, heb je interesse in de Herbalife producten, stuur dan even een berichtje. Ik kan je in contact brengen met de personal trainer en dergelijke. Dat kun je zelf ook, maar deze zit in Italië, dus misschien kun je er een leuke vakantie aan vastplakken. You never know how the cool catches the haze. En wat gingen we meer doen? Ah ja, we gaan zo naar het strand. Jessie die ligt lekker te slapen. En ik heb eindelijk, ik ben zo blij, ik heb al heel lang deze telefoon. Dat is de OnePlus, nou stel even scherp anders, ja, dankjewel. OnePlus 3. En eindelijk na 5 jaar. Da-da-da-da. De OnePlus 8 Pro. Kijk, aantal camera's, 48 megapixels, selfie-camera, Snapdragon chip, processor, 256 gig. Ik ben er super blij mee. Want deze die ging echt vastlopen op de Google Maps en zo. De foto's waren nou ook niet van jutje kwaliteit. Ja, ik ben even alle gegevens aan het overzetten. En dan gaan we zo meteen op het strand wat mooie foto's maken, denk ik. Ik ben echt super blij. Ja. Dus doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje te drukken. Belletje uit drukken. En dan zien we jou heel graag weer bij de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.